Yo, gast, wat ik heb het en welkom terug bij een nieuwe video van Happy Wheels. Vandaag ga ik weer verder met de levels die jullie hebben gestuurd op SKGP. En niet zo met levels, de beste levels, de allerbeste levels die er maar zijn gemaakt op SKGP. Voordat ik ga doen, wil ik even een kleine mededeling geven. Ik zit, als het goed is, op dit moment deze video online komt in Engeland voor 3 weken met school. Dat betekent dat ik dus eindelijk een keer vooruit moest gaan werken. En dat er vanaf nu, elke week, op maandag, een Happy Wheels video zal verschijnen op dit kanaal. Nou is het voor mij best wel moeilijk om 3 weken vooruit te werken. Dus het kan zo zijn dat ze soms misschien ietsjes korter zijn dan normaal. Maar ik ga gewoon mijn best doen om ze zo goed mogelijk te maken dat ze vet zijn voor jullie om naar te kijken. Want ik weet dat jullie Happy Wheels leuk vinden. Dus als je me wil supporten met gewoon nog steeds, ook al zit ik in Engeland, dat ik nog steeds kan uploaden, dan even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg vet hadden. Oh my god, dat vind ik zo fijn. Dat zou me echt enorm supporten. Goed, vorige keer hebben we gespeeld. Het level van Jasper. Volgens mij zijn we ermee geëindigd. Het level van Jasper. De ball throw uit mijn hoofd. Of het was de parcours. Ik weet niet. En vandaag gaan we dus beginnen met het level van Killer Russell. Killer Russell. Met #HP Don't Move. Dit is mijn eerste Don't Move. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ik hoop het ook, Killer Russell. Ik ga vandaag beginnen met jouw level. Voel je vereerd, want dat is heel speciaal. Dat valt ook op zich ook wel weer mee. Dat is gewoon puur geluk. Het is een dope move. Altijd lekker, want dan win ik sowieso. We gewoon goed beginnen. Oké, laten we gaan beginnen. Let's go. Alright, daar zit ik dan. Als oude man. En dan komt de jetpack. En die duwt mij weg. En oh my god, ik vind het er nou cool uitzien. En daarom worden we nu weggeduwd. En nu liggen we hier. En nu moeten we weer wachten tot hetzelfde balletje komt. Want die moet er dus weer voor zorgen dat de jetpack mij verder duwt. MLG Pro. Oké, dit gaat heel rustig. Ik raak niks aan. Want ik weet dat het niet mag. Oh, op. Die bal. Die... What the fuck gebeurt er? Ga ik er nog doorheen komen of niet? Oh my god, dit is zo gevaarlijk. Oh! En ik heb nog even een kind vermoord op het einde. Waarom deed ik dat nou weer dan? Bedankt voor het spelen van mijn map. Maar jullie mogen kiezen wat mijn volgende map wordt. Dus safe replay. Blablabla. Oké, ik heb het ook al tegen Marky gezegd. Doe een Blobfish map. Dat vind ik super vet. Goed. Dat was het eerste level. Kan soms snel gaan. Als je een dood move hebt, dood move je altijd. Super vet, dankjewel. Alright, het volgende level komt van 1 HGP-fan. Ik weet niet welke HGP-fan, want het is gewoon een HGP-fan. Met het level #HGP. Hoi Timo, dit is mijn eerste level. Hoop dat je hem leuk vindt. #HGP. Helemaal goed. #HGP of een HGP-fan. Ik zie hier gewoon bijna 5 sterren. Het zijn gewoon 5 sterren volgens mij. Nee, oké. Het is bijna 5 sterren. Dat is super hoog. Dus mijn verwachtingen zijn ook echt super hoog. Ik ben benieuwd. Let's go. Hallo Timo. Als je dit leest, je bent een baas. Succes. Groeten een Fries. Oh, nu is het ineens een Fries. Oh, oké. Een Fries. Oeh, mijn jongen. Ja, maar nu zitten we niet. Nee, oké. Succes. Sorry alle Friesen die kijken. Ik wilde jullie niet beledigen met mijn slechte accenten. Oh, dit is iets beter dan Noob. Dit is een okje. Het lijkt wel Bulb Battle hier. Gewoon een okje. Begint erop te lijken. Kijk, dat hoor ik graag. Ik word graag gestimuleerd in deze levels. Oké, wat staat hier? Oeh, het HGP-logo. HGP om. A wild Ronald appeared. Catch him met de HGP. Oh my god. Dit wordt gewoon ineens Pokémon met de HGP. Dat zou een leuke game zijn. Ik zou hem sowieso kopen. Oké. We catchen Ronald met de. Oh, kut. We gingen gewoon door Ronald heen. Dat is niet de bedoeling. Oh, kijk uit voor de muur. Oké, gelukkig. Blablabla. Oké, oh my god. En toen was ik dood. Nou, tot zover de eerste poging. We gaan het gewoon nog een keertje proberen. Want het gaat sowieso wel een keer lukken. Oh my god. Nee. Ga even weg, jij stomme. Oh, nu ben ik gewoon dood. What the fuck? Goed, we moeten even gefocust. Even wat meer focus. Dit is een, volgens mij is dit best wel goed makkelijk te halen. Alleen heb ik gewoon een beetje problemen. Oh my god. Oh, poeh. Ik dacht dat hij mijn hoofd had. Oké. Deze gaan wel steeds harder, die jets. Goed, oké. Nu weten we dus dat we niet door. Dat we Ronald niet hoeven te pakken. Dat we gewoon doorheen gaan. Oh my god. Dit gaat fout. Oh my god. Dit gaat fout. Dit gaat te ver. Kill. Oké. Oh, daar zijn delen van mijn keel. What the fuck? Oh my god. Oké, die zag ik niet aankomen, eerlijk gezegd. Ja, uit het niets kwam gewoon ineens een fucking jetpack. Of gewoon een jet, sorry, geen jetpack. Oké, dit gaat best goed. Ik probeer gewoon die jets over mij heen te duwen. Zo, kijk. Oeh, dit gaat best goed. Oh, dan komt er deze jet terug. Kijk, dit gaat echt fucking goed. Oh, hierbij. Oké, hier is Ronald. En als we voorbij deze komen, hebben we Ronald dus gevonden. Oké, gotcha. Maar dan krijg je dat liedje. Goed, we hebben hem. Oh, nee! En we hadden Ronald. Come on. We hadden hem gewoon. Hoezo? Oh my god. Dat ging niet goed. Oké, we kunnen nog een keer. Als het 1 keer gelukt is, dan moeten we het gewoon nog een keer kunnen doen. Ik wou zeggen van, wat voor. Wil je Ronald een nickname geven? Want dat heb je altijd als je Pokémon speelt. Dan krijg je sowieso van, wil je een nickname geven aan de Pokémon? Dus ik zat te denken, wat zou een leuke. Oh my god! Waar komen die dingen vandaan? Ik zweer het. Ik wou zeggen, wat zou een leuke nickname zijn voor Ronald? Laat het maar even achter in de reacties. Als je Ronald. Oh my god. Als je Ronald als Pokémon zou vangen, wat zou je hem dan als nickname geven? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, eerlijk gezegd. Tot die tijd ga ik dood. What the fuck? Waarom is dit zo moeilijk? Waarom ben ik hier zo slecht in? Oh nee. Oh my god. Dat is gewoon de derde. Oké, het is eigenlijk wel leuk dat het een beetje moeilijk is. Dan maakt het tenminste nog een beetje een uitdaging. Kijk, al die makkelijke levels. Heb ik ook niks aan. Duw ze gewoon weg. Oké, nu is het tijd om Pro te gaan halen. Master. Ja, daar is de laatste. Timo. Oh nee. Nee.
Waar kwam die ene nou vandaan? Waarom ging die al ineens weg? Die dingen gaan gewoon voordat ik ze überhaupt aanraak. Oké, maar ik was er bijna. Dus dat betekent dat ik het nog een keer kan. Ik moet gewoon proberen om zo min mogelijk aan. Of zo min mogelijk ledematen te verliezen. Het is gewoon moeilijk dat die. Oh, ik zit met die stoel in mijn handen. Oh, oh my god. Het is echt heel moeilijk, jongens. Oké, dit gaat nog best goed. Al die random jets die ineens aankomen vliegen. Dat werkt toch allemaal niet? Oké, maakt niet uit. Gewoon een koprolletje maken. Ik weet niet hoe mijn arm nou zit. Hij is echt super lang. Oh nee. Kom op, master. Do you wanna be a master? Pokémon. Do you have the skills to be number one? Die stomme stoel. Hop. Ga naar de finish. Ja! Gefeliciteerd, Janet. Gaat eraf voor spelen van deze map. Groeten van de Fries. Dankjewel, Fries. Friesland. Dankjewel. Ik ga gewoon heel Friesland bedanken. Iedereen die in Friesland woont, dankjewel voor dit level. Wow, dat was moeilijk. Maar ik vond hem wel. Het feit dat hij moeilijk was, maar wel haalbaar, is zeg gewoon dat het een goed level was. Dankjewel. Alright, dan. Ik moet gewoon vandaag deze pagina afkrijgen. Dus we gaan snel door met het level van lol, aapje lol. Met hashtag HGP lolol. Ik kan hier gewoon totaal. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Maar we gaan het gewoon spelen. Laten we het gewoon gaan doen. Nu. Oké, hoi. Ik heb een level gemaakt. Heeft lang geduurd. Have fun. Dankjewel. Oh, ik heb zojuist met mijn hoofdje heb ik de baby of het kind ontvoerd. Oh, wat is dit? Oh my god, dit is een moordmap. What the fuck is happening? Oké, ik denk dat ik hier naar beneden moet. Oh my god, we gaan de grot in. Oh, en hier staat een man met een pickaxe. Oh, dat is best wel vet. Alleen jammer dat mijn kind gewoon half dood zit te bloeden. Oh, dit is echt best wel een vette map. Waarom heet dit lol? Dit is gewoon een super vet level dit. Oh, wat gaan we doen? Bottle run. Come on. No. Come on. Opnieuw. Dat zie ik nou pas. Die blaadjes die dwarrelen van de boom af. En dat kind gaat hier langzaam heel erg pijnlijk dood. Een langzame en pijnlijke dood. Hier zit iemand de emerald te hakken volgens mij. Deze oude meneer. Hier gaan we gewoon overheen. Hoppa. Oké, dan gaan we nu salto. Want dat moet je altijd doen bij zo'n jump. Oké, nu de bottle run. Nu gaan we de bottle run doen. Nu gaan we doen. Oké, dit gaat goed. Ja, dit gaat goed. Ja, dit gaat al beter. Oh my god. Oh, en dat was het einde al. Oké, dat ging best wel snel. Maar het was wel een vet. Het zat goed in elkaar. Dankjewel, lol, aapje lol. Super vet. Hashtag HGP vliegtuig van de Midnan. Yo, Timo, je mist je vliegtuig. Omdat ik op Curaçao woon. Oh, dat is echt fucking vet. Helemaal vanuit Curaçao. Dat is echt gewoon aan de andere kant van de wereld. En die kijkt gewoon een video van HGP. Super vet. Maar goed, omdat ik op Curaçao woon, weet je ook meteen waarom ik dat land uitkies. Oké, dat vind ik een goeie. Ik wil echt nog een keer in mijn leven naar Curaçao. Laat me even achter als je in Curaçao woont of ooit een keer daar geweest bent ook, of het daar leuk is. Dankjewel. Staat op de bucketlist. Maar eerst gaan we dit level spelen. Let's go. Yo, Timo, je had je vriendin een reisje naar Curaçao beloofd. Nou, laat het er niet horen alsjeblieft. Maar je komt te laat. Red je vliegtuig nu meteen voordat hij vertrekt. Oh, snel, we moeten het vliegtuig halen. Oh, epische jump. Oké, weet niet waarom. Oké, je vliegtuig. Oh, hier is het vliegtuig. We zitten in het vliegtuig. Vliegen. En zijn we nu in Curaçao dan? We vallen uit het vliegtuig. Oh my god. Mijn vriendin is dood. Oh nee. Oh, en we zijn op Curaçao geland. Oké, mijn vriendin is alleen wel dood. Dat is wel een beetje jammer. No. Maar verder wel echt een heel vet level. Ik ben in principe nu op Curaçao geweest. In Happy Wheels, dat wel. Maar wel op Curaçao geweest. Dat was, dankjewel, de Midnan. Voor jouw vette level. Helemaal live vanuit Curaçao gemaakt. Dat is ook knap. Ik zie hier trouwens een balkje. Dat betekent. Oh, ik kan boosten. Hier, als je zo in. Je houdt spatiebalk in, dan doe je een boost. Dan ga je sneller. En nu even de salto. Oh, nu is mijn vriendin normaal aan de tering. En ik ook. Oké, laten we zitten. Gauw naar het volgende level. Dankjewel, Midnan. En dat level komt van Mr. Nu. Laat me zitten. Oh, Mr. Nufka Face misschien. The Impossible Pogo. Hoi, Timo. Gebruik de Pogo. Oké, dat ga ik doen. Let's go. Pogo. Hier staat dus de Pogo. Yes. Hoi, Timo. Veracht er niet te veel van, omdat het mijn eerste level is waarschijnlijk. Ja, mijn eerste level. Het is al gewoon zo voorspelbaar. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nooit hoge verwachtingen. Nee, grapje. Ik vind alles leuk. Ik waardeer alle levels die gemaakt zijn. Want achter elk level, of het nou goed of slecht is, heeft iemand gezeten die de moeite heeft genomen om een level te maken. En ik vind dat je als YouTuber die moeite alleen al moet accepteren. Dankjewel, Timo voor president. Ik heb de finishlijn gemist. Wat ben ik toch een sukkel. Opnieuw. Hoi. Ik spring fucking hoog. Waardoor ik waarschijnlijk mijn been. Oh nee. En spring. Over de driehoeken. Over de Illuminati driehoeken heen. Hoppatee. En over de andere Illuminati driehoeken heen. Oké, en nu Ronald. Ik weet niet waarom hier nou Ronald staat. Oh, ik heb een X in mijn kont. Altijd lekker. En nu gaan we gewoon hier naar beneden volgens mij. Ja, en dan hebben we de finish. Ja! Super nice. Dit was best een oké level. Dat was niet zo moeilijk. Maar dat vind ik ook wel een keer leuk. Kan ik ook eens een keer winnen. Dankjewel voor je level, Mr. Nufka Face. Tijd voor de volgende. Nog 4. Ik hoop dat ik het ga redden. Oké, eerst de Rainbow Jetfall van Ronin 109. Rate 5, please. Oké, blablabla. It's possible. Oh, dat bevalt me nooit. Want dat betekent vaak dat het een moeilijk level is, helaas. Maar ik ga het gewoon proberen. Let's go. Welcome to the Rainbow Jetfall. Hope you will like it. It's possible. Oké, nou, dan gaan we het gewoon proberen. Oké, de Rainbow Jetfall. Met het mannetje die normaal gesproken op de helikopter zit. En nu op de jet. Chilled. Ik heb nog geen één knop ingedrukt verder. Ik laat dit gewoon aan het geluk over dit. Want ik geloof in geluk. En als het goed is, zit het geluk ook een keer mee. Ja! Dat weet ik. Een dood move kunnen noemen. Want ik heb gewoon één knop aangeraakt en verder niet. En toen heb ik het gewoon gehaald. Gewoon dood move. Dood move. Wel echt, het was een regenboog. Dus het is op zich inderdaad wel een regenboog. Jetfall, dankjewel voor je level. Ronin 109 was super vet. Nou, zo komen we nu wel. Nog maar 3. Tijn V15. Je valt een eind naar beneden. En je moet een weg zien te creëren door de ballen en driehoeken.
Succes. Dankjewel. Oké, okay, let's go. Oké, okay, de val. We gaan gewoon vallen. We moeten door de ballen en de driehoeken. De ballen. Oh, mijn ballen. Ik moet gewoon door deze ballen een weg zien te vinden naar de finish. Oké, okay, dat is best wel leuk. Maar ik zie nog geen driehoeken. Wanneer komen de driehoeken eigenlijk? Oh, hier zijn de driehoeken. Oké, okay, ik moet even zo. Zo. Ik moet eigenlijk hier even tussendoor. Kan ik hier tussendoor? Kan ik hier alsjeblieft tussendoor? Hallo? Kan ik hier alsjeblieft tussendoor? Alsjeblieft. Ja. Ja, ja, ja. Dit gaat goed. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. En down. Down we go. Oh, wat. Oh, oh god. Daar ging mijn hoofd. Daar ging mijn hoofd. Daar ging mijn hoofd. Mijn naam is Dubbel. Jacob Dubbel. Als je dat programma kent, dat is best wel oud. Ik weet niet eens of ze het nog uitzenden, maar dat is een vet programma. Jacob Dubbel. Genoeg Jacob Dubbel. Man, come on. Vreselijk deze pogo. Go. Ja, iedereen. Goed zo. En dan. En oh, go. En up. En go. En hup. En go. En wiggle, 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 wiggle. Oké, okay, en dit keer alsjeblieft niet doodgaan. Zou ik heel erg op prijs stellen als je dat op prijs stellen. Ja, hier gingen we de fokje dood. Dus nu gaat het goed. Oké, okay, nu gaat het goed komen. Alles komt altijd helemaal goed. Behalve als je het niet goed doet. Oké, okay, niet dood. Alsjeblieft. Niet dood. Come on. Go. Val, val, val. Ja. 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 Finish. Finish. Nice. Tijn, bedankt voor je level. Ik ga snel door, want ik moet even nog die andere twee levels doen. Maar super bedankt. Dankjewel. Laatste twee van deze pagina. Ralf 2002. 2002 met deze KGP parcours. Laten we het gaan proberen. Parcours met de oude opa. Want dat is de man van de parcours, jongen. Daar gaan we. Oh my god. Ik zie hier een rollende HGP. Een HGP spike. Oh my god. Ga ik die ooit halen? Ja, waarschijnlijk. Volgens mij zijn ze niet heel moeilijk of zo. Maar ik moet natuurlijk wel die vragen stellen om het natuurlijk een stuk spannender te maken, deze aflevering. Anders, als ik zeg, oh, dit ga ik makkelijk halen, dan is het easy. Oeh, glass. HGP glass. Wat is dit? HGP glitch. Ik zie geen glitch. Oh, wow. Dit is de glitch. Oh my god. HGP song. Oh my god. HGP door. HGP glass 2. Oh my god. Allemaal HGP dingen dit. Press set. Oh, oké. Okay. Boom. En door de prullenbakken heen. Oké. Okay, super nice. Dit was wel echt een HGP level. Echt letterlijk. Gewoon heel veel HGP in dit level. Super vet, Ralf. Dankjewel. Goed. En dan nu het laatste level van deze pagina. IJsling HGP van Vinny 109 weer. Oh nee. Dat was de vorige. Was Ron in 109. Oké. Okay. Yo. Dit vind ik een hele vette baan. Heb er hard aan gewerkt. En save replay en rate 5. Oké. Okay, ik ben benieuwd naar jouw hele vette baan, Vinny. Ik ga hem doen als laatste level van deze aflevering. Dat is ook een eer. Dat is ook een eer. Let's go. Weer met de oude man, want die kan dit. Oké, okay, dit is de vette baan van Vinny. Oh, vette baan. Ik ben meteen dood. Oké, okay, dankjewel. Thanks, Vinny. Thanks. Hele vette baan dit. Ik ga dood. Oh my god. Oh my god. Hey, hey. Oh, oh, oh. Oké, okay, oké. Okay. Hij was wel vet. En ik heb hem ook best wel snel. Het is de tweede keer dat ik het probeer, man. Super nice. Dan heb ik gewoon een hele pagina. Kijk, dankjewel, Vinny, trouwens. Maar dan heb ik een hele pagina gewoon klaar. Gewoon nu. Dit was de beste pagina. Nu gaan we door naar de minder goede levels. Die staan op deze pagina blijkbaar. Maar zo te zien zijn deze ook gewoon supergoed. Dus wil je dat zien? Abonneer dan op het gameportaal. Geef deze video een like en support me, jongens. Want ik ga mijn best doen om Happy Wheels elke week te uploaden op maandag. Moet ook wel bijna, want ik zit in Engeland. Dus ja, anders kan het niet. Wil je trouwens mijn avonturen van Engeland volgen? Check de vlog @DesikeTimo. Hierbovenin staat nu een dingetje met DesikeTimo kanaal. Daar zie je alle avonturen van Engeland. Hartstikke vet. En dat zeg ik bedankt voor het kijken, jongens. En ik zie jullie graag volgende week weer bij nieuwe Happy Wheels. Ciao! Die vrouw heeft gewonnen. Je hebt gewonnen, mevrouw. Iedereen is dood, behalve jij. Goed gedaan. Oh, dankjewel, Timo. Dankjewel, hoor. Ja, ja. Dankjewel voor jouw level, Sopzeep.